Voor de meeste internationale theatermakers is Friesland een onontgonnen gebied. Maar vanaf nu lijkt daar verandering in te komen. 50 professionals uit de mondiale theaterwereld maakten woensdag een bustour door de provincie en kregen alvast een voorproefje van wat er in 2018 staat te gebeuren. Auke Selderust en Niels Gerstel van Feenster op Friesland reden een stukje mee met de bus. That's actually how people imagine it, but most of the time. We zijn vanuit Amsterdam over de afsluitdijk Friesland binnengereden op een prachtige dag. En we waren te gast in Kimswert eerst. Daar is Peer Group nu 3 jaar een project aan het doen met de bewoners van Kimswert. En ze hebben ons ontvangen en hun boerinnenkoor heeft voor ons gezongen. En van daaruit zijn we naar Vraneker gereden. Moest natuurlijk een van de 11 steden inzitten. We zijn naar het planetarium van IJssel IJsinga geweest. Wat mensen heel indrukwekkend en ontroerend vonden, zeiden ze ook tegen me. En we hebben ook Nienke Rikst Jukema horen vertellen over haar project Feel the Night. Over de duisternis, waar zij zo van houdt en de donkerte hier. Daarna zijn we met Triater op tour geweest. 2 uur lang langs plekken van hun voorstelling 11 Stedentocht, maar ook langs dorpjes waar ze in de scholen spelen en in het dorpshuis. Ze hebben speciaal voor ons nog een beeld uit de IJsvorstin teruggehaald in het Vossenpark met de paraplu's. En nu zijn we in het gebouw van Triater voor het laatste stukje van de dag. Hoe belangrijk is dat, zo'n uitwisseling tussen theatermakers? Het leuke is dat mensen natuurlijk soms voor het eerst in Nederland zijn, maar ze zijn gelijk onder collega's. En je kan dus heel snel met elkaar praten over hoe doen jullie dat dan? En je bent vakgenoten en dat is leuk, maar ook dat daagt je weer uit om opnieuw te kijken naar waar je mee bezig bent. En soms vind je directe linken en denk van, daar zouden we ook wel samen iets in kunnen doen. En, kunt u een voorbeeld noemen? Nou, dat de een van de projecten waar we mee bezig zijn is Land van Taal. Over het Fries als exclusieve taal. En ik sprak mensen onderweg die uit Canada komen. En die spreken ook Frans en Engels. En die zijn dus ook met meertaligheid bezig. En ik denk, dat is natuurlijk een groot land in onze ogen. En het zijn ook 2 grote talen. Maar het gaat wel over hetzelfde. Ik denk, dat is ook goed om naar te kijken. Niet alleen naar de kleinere taalgebieden, maar als je het over meertaligheid hebt, om ook naar dat soort landen te kijken. Dus dat vond ik weer een, dat ik nog niet direct aan gedacht.